Ja, Martijn, Feyenoord houdt de mediadag hier vandaag in Portugal in aanloop natuurlijk naar die finale van de Conference League. Is dit de beste manier voor Feyenoord om zich voor te bereiden? Open mediadag. En open was die. Want we hebben werkelijk alles kunnen zien. De training was open. Nou ja, Slot had geen geheimen. Speelde gewoon in zijn opstelling met Bijlo in het doel. Dus je kunt ervan uitgaan dat als er geen gekke dingen gebeuren dat dat zo blijft. De manier van spelen was duidelijk. De B-ploeg speelde als AS Roma. Dat hadden ze allemaal van tevoren besproken. Dus ja, opener dan dit kan het niet. Spelers schoven daarna aan voor interviews, één op één. Plus een aantal persconferenties. Nou ja, Slot zei zelf dat dat wel voor de jongens een lekkere afwisseling was. Om eventjes eruit te zijn en met ons te praten. Ik weet niet of hij dat cynisch bedoelde. Maar er zijn een paar mensen, zei hij, hè, een paar mensen. Die hij niet leuk vond. Nou ja. Voel je aangesproken? Nee, ik voel me niet aangesproken. Ik heb met Guus Til gezeten. We hebben een geweldig gesprek gehad samen, Guus en ik. Dus nee, ik voelde me niet aangesproken. Zonder gekheid. Nee, het was leuk. Gewoon om. En het bleek een beetje de spanning. Want ik kan me voorstellen dat het ook bij die spelers begint te leven. Hè. Die kunnen niet meer normaal door Rotterdam. Ze zijn niet voor niks naar Portugal gevlogen om hier een aantal goede trainingen te doen. En ook nog wat voor wat ontspanning. Dan gaan ze morgen of vandaag gaan ze een. Een hapje eten met z'n allen en daarvoor nog een activiteit die geheim moet blijven. Je noemt de naam van Justin Bijlo al. Hè? Hoe groot is de kans nou dat hij straks die finale keept tegen AS Roma? Op basis van wat we hebben gezien tijdens de training, groot. En ik begreep ook wel dat hij een aantal dagen ervoor, dat hij al een tijdje fit is. En ook tijdens de keeperstraining al van alles meedoet. Maar nu zagen we hem ook voor het eerst zelf en in de partij. Ja, hij maakt de indruk alsof hij niet geblesseerd is geweest. Hè? Hij coacht, hij beweegt soepel, hij is mobiel, hij heeft goede reddingen. Dus ja, je kunt er wel van uitgaan. Nogmaals, als er niks geks gebeurt, dat hij gewoon speelt tegen AS Roma. Ja, want Slot zei ook al, liet hij eigenlijk wel een beetje doorschemeren. Hè? Dat hij hem toch wil gaan opstellen. Hij zei, tenzij er misschien nog een paar tegenslagen komen. Ja, maar hij kan moeilijk zeggen na deze training waarin iedereen hem heeft zien keeper van. Nee, ja, ik weet het niet hoor. Ik twijfel nog een beetje. Staat gewoon in die goal hij staat gewoon bij de basisploeg. Ja. En hij doet gewoon alles mee. Dus ja, dan is 1 plus 1 2. Omdat hij altijd heeft gezegd dat het zijn eerste keeper is. En hij zei nu ook zelfs dat het gebrek aan ritme, dat het voor een keeper verschilt van een veldspeler. Dus dat gaf hij ook nog eens even weg. Dus als je dat nou allemaal bij elkaar optelt, dan kan het bijna niet anders. En dan gaat het ook gebeuren dat Bijlo keept tegen AS Roma. Ja, we zagen ook in de training dat de spelers die wat minder fit waren, Malasia, Trauner, Reece Nelson, deden ook allemaal gewoon. Ik vond Malasia behoorlijk fit, moet ik zeggen, tijdens die training. Ja, vorige week natuurlijk, maar nee, deze training bedoel ik. Vond ik hem behoorlijk fit. Nee, maar ik bedoel, natuurlijk, vorige week waren ze wat minder fit. Ja. Nee, ze deden alles gewoon mee. Zien dat ze alles meedoen. Ze deden alles mee en Malasia tackelde alsof het een lieve lus was. Dat je denkt van, nou jongen, over een paar dagen speel, een week later speel de finale. Doe even rustig, maar ja, zit niet in zijn spel opgesloten. Dus hij geeft alles en je ziet dat hij ook alles kan doen. En hetzelfde geldt voor die andere twee die je noemt. Dus weinig zorgen wat dat betreft voor Feyenoord op weg naar Tirana. Ja, zijn er wel andere zorgen voor Feyenoord nog of helemaal niet? Ik wil het geen zorgen noemen, maar kijk, weet je, als je die spelers ziet, dan is er fysiek natuurlijk niks aan de hand. Dus er wordt wel gezegd, we gaan hier heel hard trainen, maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Het gaat er meer om dat ze in hun hoofd fris genoeg zijn om die finale te kunnen spelen. Mentaal, ik had het daarover met Guus Til, die zei ook van ja, je ziet toch dat het zeker in de laatste fase van de competitie, dat we tegen PSV een helft natuurlijk niet thuis geven. Dat het in Deventer moeilijk ging tegen Go Ahead. En ook helemaal tegen Twente thuis. Dus de volgende stap die je dan als club en als ploeg moet zetten, is dat je die wedstrijden, hoe moeilijk het ook is, dat je die ook wint. En nu moet je wel weer proberen om in dat gevoel te komen. En dat kan door trainingen, hè? Dat kan door sessies, praatsessies, besprekingen, analyses. Dan moet je toch proberen om die gedachten weer in de juiste richting te krijgen. En daar zijn ze nu mee bezig. En ja, Slot denkt wel dat lukt, maar waar Mourinho zegt dat het ideaal was voor Feyenoord deze voorbereiding, zegt hij op zijn beurt dat hij toch nog wat liever had gehad dat ze nog een wedstrijd hadden gespeeld die echt ergens om ging. Dus nu moet het echt uit de spelers allemaal zelf weer komen om mentaal klaar te zijn voor Tirana. Maar goed, daar is hij trainer voor en het is vaak genoeg gelukt, dus ik ga er wel vanuit dat het lukt. En we kijken er niet van op, hè, dat Mourinho zo'n opmerking maakte. Het is begonnen, hè. Begonnen het spel. Indekken. Ja, nou niet het indekken, maar gewoon het terugkaatsen van de favoriete rol en dat soort zaken. Wie heeft er nou voordeel van wat? Wie heeft het nou beter gedaan? Wie is uiteindelijk op de dag zelf de grote favoriet? Ja, Slot vindt dat natuurlijk AS Roma en Mourinho zal Feyenoord noemen. En zo proberen druk bij je eigen ploeg een beetje weg te nemen. Wat vind jij? Op basis van, als je kijkt naar het verleden van Feyenoord, de laatste jaren in Europa, kun je toch niet zeggen dat Feyenoord favoriet is tegen een club zoals AS Roma. Als je kijkt naar dit seizoen, als hoe ze hebben gespeeld, hoe ze moeilijke wedstrijden hebben doorstaan. Praag 3 keer zelfs, Marseille 2 keer. Maar ook hoe ze zich hebben gepresenteerd in de arena tegen Ajax, van PSV gewonnen. Rise to the occasion, dat lukt wel bij Feyenoord, normaal gesproken. En als ze dat weer van elkaar krijgen, dan
dan zou ik niet weten waarom Feyenoord per se van Roma moet verliezen. We hebben Cyril Dessers natuurlijk ook gezien op de persconferentie. Wat voor een indruk maakt hij op jou? Een vrolijke indruk, een happy indruk, zoals die eigenlijk altijd is. En nu nog steeds. Ja, die jongen heeft straks de clubs voor het uitkiezen. Als de laatste wedstrijd is gespeeld, de finale in dit geval, dan vliegt hij terug naar Nederland. Dan gaat hij met zijn agent om tafel zitten. En dan ziet hij dat er allerlei aanbiedingen zijn bijgekomen van clubs uit grote competities. Gaf hij ook toe, hè, dat het op zich wel een dilemma wordt. Hij is 27. Moet ik nou, zei hij, de stap naar het echte buitenland gaan maken? Ja, Nederland is natuurlijk voor België om de hoek. Ja, je geeft gas en je bent er. Vice versa trouwens. Ja, nu krijgt hij de kans om misschien naar een grote competitie te gaan. Of blijft hij bij Feyenoord, waar hij natuurlijk wordt gewaardeerd, er op handen gedragen, geweldig seizoen heeft gehad. Dus het is best wel een beslissing die hij moet gaan nemen op zijn 27ste. Als Feyenoord hem wil overnemen natuurlijk. Dat willen ze wel, maar... Dat heeft Arnes al aangegeven dat ze dat willen. Kijk, ze hebben 4 miljoen... een clausule afgesproken met Racing Genk. Alleen niks met Dessers zelf. Daarvoor was de tijd te kort. Dus dat betekent dat Dessers eigenlijk kan gaan en staan waar hij wil, als er een club komt die clausule wil betalen van 4 miljoen. Ja, en hij moet nou beslissen of dat een andere club in Europa is of dat hij voor Feyenoord kiest. Ik proefde wel tussen de regels door dat hij natuurlijk hier geweldig naar zijn zin heeft. En hij zei ook letterlijk, het gras is niet altijd groener bij de buren, maar de dollars wel. Ja, en voor Feyenoord, met de komst van Danilo erbij, is de komst van Dessers minder cruciaal geworden? Hoe zie je nee dat? Hoor, want ze hebben 2 goede spitsen nodig. Ja, kijk, en Bozeniek, die zal worden verhuurd. Er is nou sprake van Slavia Praag, hoewel het nog wel vrij vroeg is. Maar dat duidt er wel op dat ze bezig zijn om hem echt in de markt te zetten. Om hem in ieder geval te verhuren met een optie tot koop. Nou ja, als het met Dessers niet lukt, moeten ze toch op zoek naar een alternatief. En dan kom je in de categorieën Sam Lammers en zo, weet je wel. Die speler die bij Frankfurt niet uit de verf komt, zou voor Feyenoord een optie kunnen zijn. Ja, en zo is het scouting bezig om te zoeken naar alternatieven die vooralsnog betaalbaar zijn en ja, waarvan je wel verzekerd bent en waarvan je weet dat ze wel een aardig niveau hebben. En Linssen zal wel aftrekken naar Japan waarschijnlijk. Nou ja, Linssen is interesse voor in Japan en van best wel een leuke club, de oude club van Onno. Ja, hij wilde altijd een avontuur, een buitenlands avontuur. Nou, dat kan hij nu krijgen. Dus ik denk uiteindelijk wel, als de voorwaarden goed zijn, dat hij dan die kant uitgaat. Nou, bespaart Feyenoord weer wat salaris, dan kunnen ze ook weer wat doen. En dan is het wachten tot de dolle dagen gaan beginnen. Hè. Wie gaan er weg bij Feyenoord, wie blijven er? Dat is allemaal geparkeerd voor tot na de finale. Vind je de komst van Danilo wel logisch? Het is wel een speler, hij is transfervrij. Hij is een bewezen doelpuntenmaker. En ja, het is een goede speler. Erik ten Hag noemde hem de beste afmaker in de selectie van Ajax. Dus ja, als je zo'n speler dan kan halen... Je hoeft geen transfersom ervoor te betalen. Ik snap het wel.